Goedenavond. De verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel tegen corona komt er ten vroegste op 1 juli. Dat blijkt uit een aangepast wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Eind vorig jaar besliste de federale regering dat het zorgpersoneel zich zal moeten laten vaccineren vanaf april van dit jaar. Maar het wetgevend werk is nog niet klaar en dus wordt alles met 3 maanden uitgesteld. Intussen rijzen er ook vragen of zo'n verplichte vaccinatie in de zorg op dit ogenblik nog zinvol is. Het idee van, ja, maar dit beestje kan geen kwaad, we kunnen alles loslaten en vaccins zijn niet meer nodig, is wel heel verkeerd. Het is dankzij de boostercampagne, dankzij de maatregelen die we genomen hebben, dat die situatie redelijk beheersbaar is gebleven. Vergeet niet, zelfs Omicron, alhoewel het minder ziek maakt, maakt sommige mensen wel erg ziek, hè? De gevolgen van COVID kunnen ook heel lang duren, hè? In ons land zijn er tot nog toe bijna 39.000 meldingen geweest van bijwerkingen na een coronavaccinatie. De meeste van die bijwerkingen zijn onschuldig, zoals spierpijn of lichte koorts. Maar bij een aantal mensen zijn de bijwerkingen ernstiger, waardoor ze bijvoorbeeld voor een periode arbeidsongeschikt zijn. In ons land zijn 24 miljoen dosissen ingespoten bij 9 miljoen Belgen. Er zijn intussen 24 miljoen dosissen gezet in België. Er kwamen 39.000 meldingen van bijwerkingen bij het officieel meldpunt. Het grootste deel van die meldingen, zo'n 61%, gaat om milde bijwerkingen. 2/3 van de bijwerkingen die gemeld worden, dat zien we op Europees en op wereldniveau, zijn degenen die te wijten zijn door de toediening van het vaccin, door de reactie van ons afweersysteem, en zijn dus koorts, rillingen, spierpijn. 32% van de meldingen gaat over ernstige bijwerkingen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de spierpijn zo erg is dat je niet kan gaan werken. En 7% van de meldingen gaat over zeer ernstige bijwerkingen. Het gaat om mensen die naar het ziekenhuis moeten. Er zijn ook een aantal overlijdens. Maar het is niet altijd duidelijk of een overlijden een rechtstreeks gevolg is van de vaccinatie. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft dat onderzocht. In België zijn er tal van overlijdens gemeld na vaccinatie. En voor 4 van die overlijdens wordt de link met het vaccin waarschijnlijk geacht. 4 overlijdens gelinkt aan vaccinatie. In België zijn er al 29.000 overlijdens aan corona toegeschreven. De verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6% op elektriciteit gaat wel degelijk in op 1 maart. Eerder was gezegd dat dat pas vanaf april het geval zou zijn. Om organisatorische redenen bij de leveranciers zullen de consumenten de btw-verlaging de eerste maand, maart dus, wel nog niet meteen op de factuur zien. Die wordt pas later verrekend. De voorschotten van maart worden nog gefactureerd aan 21%. Maanden april, mei, juni zullen dan gefactureerd worden aan 6%. Maar er komt een verrekening van de 6% btw in de eindafrekening. Op het moment dat de tellerstand genomen wordt van de klant, dan heeft men de reële verbruik van de klant. En dan wordt het verbruik over de periode maart tot eind juni verrekend aan 6% btw. Koning Filip en koning Mathilde zullen pas morgen terugkeren vanuit het Midden-Oosten. Dat is een dag later dan gepland. Een koningspaar is in Dubai. Koning Filip opende daar de Belgische dag op de wereldtentoonstelling. Normaal gezien zouden ze vanavond terugkeren naar ons land. Maar de piloot en de co-piloot hebben gisteravond een verkeersongeluk gehad. Ze moesten eventjes naar het ziekenhuis voor verzorging. Ze kregen ook pijnstillers en vliegen nu pas een dag later terug. In Brussel is vanochtend afscheid genomen van oud-burgemeester Freddy Tielemans. Aan het crematorium in Ukkel had zich een lange erehaag gevormd. Zo'n 200 mensen volgden de uitvaartplechtigheid op een groot scherm buiten. Freddy Tielemans sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en overleed vorige week zaterdag. Hij werd 77. In Antwerpen is vandaag het Chinese nieuwjaar gevierd. Net als vorig jaar zonder grote parade door corona, maar wel met een traditionele levendans. Die verjaagt volgens de traditie het kwaad en brengt voorspoed voor het nieuwe jaar. Dat staat volgens de Chinese astrologie in het teken van de tijger.
In het noorden van Marokko zit de kleuter die in een put van zo'n 35 meter diep belandde nog altijd vast. Al sinds dinsdag proberen reddingswerkers de jongen van 5 te bevrijden. Ze hebben een schacht naast de put gegraven en zouden die met de put verbonden hebben. Of reddingswerkers de jongen al echt gevonden hebben, is onduidelijk. Dag en nacht werken reddingswerkers koortsachtig aan een oplossing om Rayen, de jongen van 5, te bevrijden. Ze voeren stalen buizen aan voor een tunnel die van de schacht naar de waterput moet leiden, tot net boven de jongen. De schrik dat alles instort en een harde steenlaag maakt dat de operatie maar traag en moeizaam verloopt. En hoe het op dit moment met de Rayen is onduidelijk. Met een telefooncamera is er nog contact geweest. Hij zou de voorbije dagen zuurstof en water hebben gekregen. Voor de vader zijn het zichtbaar slopende uren en dagen. Honderden mensen volgen de reddingsoperatie op de voet. Ze bidden voor een doorbraak, want na 5 dagen zweeft iedereen tussen hoop op een goede afloop en vrees voor het ergste. De winterspelen in Peking zijn eindelijk echt begonnen. Vandaag kwamen er meteen 3 Belgen in actie. Snowboarder Evi Poppe kon zich net niet plaatsen voor de finale in de slopestyle. Goed nieuws was er van shorttracker Hanne de Smet. Zij gaat op de 500 meter door naar de kwartfinale. Haar broer, Stijn de Smet, werd dan weer gedisqualificeerd op de 1000 meter. Evi Poppe, pas 17 en de eerste landgenote die in actie komt hier in Peking. In de slopestyle moet je een parcours afleggen en tricks uitvoeren. Vooral in de tweede run laat Poppe knappe dingen zien. Ze krijgt 56,80 punten. Het is net niet genoeg voor de finale. Ze wordt 14e, de eerste 12 stoten door. Het doel was voor mezelf blij zijn na mijn 2 runs. En hopelijk heb ik die ook kunnen landen, dus dat was ook het doel. Dus ik ben uiteraard heel blij dat ik hier nu mag staan met een smile op mijn gezicht. Die smile is er ook bij shorttracker Hanne de Smet in het geel. Op de 500 meter moet ze lang achtervolgen, maar ze wordt toch nog 3e. Haar tijd is net genoeg voor de kwartfinale. Ik heb in de laatste ronde nog ingehaald langs buiten op een 500. Dat is altijd mooi. Dus ik ben al tevreden. Als ik deze lijn door kan trekken aan mijn andere afstanden, dan ben ik blij. Minder goed gaat het bij haar broer Stijn op de 1000 meter. Tijdens een inhaalmanoeuvre raakt hij een andere schaatser. Die valt, de Smet wordt gedisqualificeerd. In het wielrennen heeft onze landgenoot Maxime van Gils de Saoedi Tour op zijn naam geschreven. Op de laatste dag kwam de leidersplaats van de 22-jarige Van Gils niet meer in gevaar. De slotrit draait uit op een massasprint en daarin is Dylan Groeneweg de snelste. Maar de eindwinst in Saoedi-Arabië is dus voor Van Gils. De redder van Lotto Soudal steekt zo na zijn eerste profzege gisteren nu ook de eerste eindoverwinning uit zijn carrière op zak. En in ons volgend journaal trekken we naar Brugge. Daar wordt dit weekend het kunstenfestival Slow georganiseerd. Op verschillende plaatsen in de stad zijn er voorstellingen die te maken hebben met traagheid en stilstaan bij de dingen. We gaan het bekijken in ons journaal van 7. Graag tot dan. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.